Het tweedaagse Nationaal Jeugdcongres is gisteren afgesloten. Bijkans 500 jongeren uit alle districten waren aanwezig op het congres dat gehouden is in de congreszaal. Ze mochten vragen stellen en voorstellen aandragen over zaken die hen bezighouden en die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. De activiteit werd onder meer bijgewoond door vicepresident Ashwin Adin, de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée Melvin Bouva en de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Justitie en Politie, Sport en Jeugdzaken, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. De jongeren hebben flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om zoveel mogelijk vragen te stellen aan de ministers. Zo werd aan minister Robert Pneu van Minog vragen gesteld over de verhoging van de inschrijfgelden op de diverse onderwijsinstellingen. We zien een koersontwikkeling, de economische situatie moeten kijken hoe stabiel we kunnen houden de inschrijfgelden. Voor vast niveau is er geen verhoging geweest omdat we daar konden schuiven. Voor de lagere scholen. Als we kijken naar wat een student ons kost op jaarbasis, dan zeg ik dat de kosten minimaal zijn. Desondanks zeg ik ook als minister dat wij als regering en als ministerie zorg hebben gedragen dat ouders zaken in termijnen kunnen betalen. Op ADEC is ook de termijnbetaling van 3 tot 4 keren ingevoerd. Maar nu ben ik bezig met de regering te bekijken met sociale zaken. Om echt voor de sociaal zwakkere groep die het echt niet kunnen betalen, hoe wij uiteindelijk die groep kunnen opvangen om de materiaalkosten te dekken. En nationale ontwikkelingsplan. Mevrouw Boudou zal later een uiteenzetting doen wat de NOB allemaal te bieden heeft. Ik respecteer de jeugd. En nimmer is het zo dat de communicatie met het jeugdparlement er niet is. Mensen kunnen vaker mee appen wat er is gebeurd. Eén keer heb ik een uitnodiging gehad op voor de zaterdag en die uitnodiging is vrijdag 3 uur 's middags beland op mijn kantoor terwijl ik afspraken op de zaterdag had. Dus daardoor heb ik die dag niet ben ik kunnen ingaan op die uitnodiging. En als ik het respect voor het jeugdparlement niet had, was ik vandaag ook niet hier. Alles minister Pneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het tweedaagse Nationale Jeugdcongres in de congreszaal is gisteren afgesloten. Bijkans 500 jongeren uit alle districten hebben aan het congres deelgenomen.